Oh, hallo. Oh, dit is sick. Oh. Aangenaam. Zo. Even dat ding afdoen. Oh. Zo, jij hebt het warm, denk ik. Aangenaam. Ja. Gaan we even zoenen? Ja. Aangenaam, Charissa. Joop. Joop. Oh, ik mag werk. Ja. Hoi. Oh, wat sick. Doe eens even een rondje. Oh, dit is sick. Dit is jouw hobby, dus denk ik. Ja. Nice. Ja. Eén van de. Eén van de. Oh, ja. Ik ben benieuwd. Oh, dat is echt super sick. Ja. Nice. Ik hou sowieso heel erg van films en verhalen. Ik hou ook heel erg van geschiedenis. Oh, fijn. Ja, nou, ik hou ook wel van geschiedenis, maar wel het soort bepaalde geschiedenis. De Vikingen vind ik echt heel tof. Want ja, dat vind ik echt. Oh, nice. Heel nice. Ja, echt Vikings. Leuk. En een ring. Die vind ik ook echt leuk. Ja. Ik heb ook grote handen. Jeetje. Is dat zo? Ja. Hij maakt zelfs geluid. Ja. Fucking ding. Er zitten 20 lumen in, dus ik kan verschillende kleuren selecteren. Dit vind ik zo dik. Wat is je favoriete kleur? Paars is wel mijn favoriete kleurtje. Oh, ik vind dit echt wel sick, man. Dit wil ik ook. Ja, ik ga je nu niks aan doen. Het is maar goed dat het geen echte is. Ik zou zeggen, ga je gang. Doe wat je normaal ook doet, maar dan nu zonder pak aan. Oh, ik ga ervoor zitten. Dik? Dat vind ik leuk. Oh, het verandert. Heel nice. Wat zit je me nou aan te kijken? Gewoon. 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 Ik zit gewoon in je mooie blauwe ogen te kijken. Dank je, denk ik. Ik kan er heel ongemakkelijk van worden als mensen staren. Wanneer heb je voor het laatst seks gehad? Ja, 2 jaar terug. Mis je het? Ja, tuurlijk. Ik ben toch alleen, ja. Het is in principe gewoon een basisbehoefte, laten we eerlijk zijn. Ja. Toch? En jij? Ja, ik iets minder lang geleden. Met mijn verjaardag nog. Mm-hmm. Ja. Met een scharrel of met een... Nee, is een goede vriend van mij. Die dacht, ik ga er even een verjaardagscadeautje geven, want ik heb niks. Oké, okay, ja. Heb je al een voorstelling gemaakt hoe seks met mij zou zijn? Nee. Nee. Maar dat is ook niet zoveel indrukken, daar denk ik nu ook niet bijna. Te vroeg. Ja, maar heb jij het al met mij voorgesteld? Ja, zoenen, maar that's it. En, wat verwacht je daar? Ik denk dat wel lekker. Oh. En hoe kom je daar zo op? Ja. Gewoon, lieve meid. En ja. Oké. Okay. Ja, misschien... Later op de avond nog? Ja, wie weet. Ik ga het meemaken. Zie jij de match? Ja, zeker wel. 100%? Ja. Soms denk ik, kan je wel hard genoeg zijn voor mij? Want ik kan echt... Oh, jawel. Dat iemand gewoon ook echt tegengas kan geven. Ook een attitude naar me kan hebben. En... Dat kan ik wel, hoor. Ik kan echt wel tegengas geven. Maar dat geven. Vraag ik me nu dus af, dat het echt... Ik kies ervoor om lief te zijn op dit bent. Moment. Dat is goed. Dat is goed. Als ik aan... Jouw vraag van wat wil je morgen doen, is het niet... Maakt mij niet uit wat jij wil. Mm-hmm. Nee, wat wil jij morgen doen? En dan gaan we het er wel over hebben. En als ik het niet leuk vind, dan vind ik het niet leuk. Maar dan kan ik dat ook gewoon wel goed laten merken. Masters are friend. You don't have any friends. You're a thief. A murderer. Oké, deze vind ik wel echt heel heftig. Toch jouw gevoel op dit moment? Ik wil er wel voor gaan, maar ja, ik laat het een beetje afhangen van wat jij doet. Kijk, als jij zegt van ja, hè, ik weet het niet of het wordt hem niet, ja, dan ga ik me eigen, dan laat ik me eigenlijk ook niet helemaal gaan, zeg maar. Ik zeg je eerlijk, ik zou je op zich wel willen zoenen, maar ik ga me niet opdringen. Dus als jij eraan toe bent... Mij hoef je niet te vragen van mag ik je een kusje geven? Niet? Nee, mij hoef je dat echt niet. Binnen en ik was echt
blij verrast. En dat je dan ook al meteen de eerste overeenkomsten ziet, laat me zeggen. De eerste raakvlak, dat ik denk, ja man, het is leuk. Maar daarnaast voel ik me ook niet aangetrokken tot je. En ik had oprecht gehoopt, nadat we gekust hebben, dat ik dacht van, oh, hè? Ik had gehoopt dat het daarna kwam, maar het kwam voor mij niet. Lekker koffertje inpakken. Breek je lightsaber niet. Het gaat je goed. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.